Hallo allemaal, welkom bij Cultura TV. Vandaag gaan we iets met poëzie doen. Gedichten dus. En ik heb een heel mooi boek daarvoor meegenomen. Ik liet hem net al even zien. Dat is voor elke dag een gedicht. En ons thema is meten is weten. Dus dat, ja, je kan heel veel dingen meten. Bijvoorbeeld hoeveel vissen er in een school gaan. Nou, daar is nu precies een gedicht over. En dat ga ik jullie voorlezen. Hoe groot is een school vissen? Van Bette Westra. Hoeveel vissen gaan er in een schooltje? Hoeveel rozen gaan er in een bos? Hoeveel bloemen gaan er in een kooltje? Hoeveel druiven gaan er in een tros? Hoeveel aarde gaat er in een kluitje? Hoeveel mensen gaan er in een volk? Hoeveel druppels gaan er in een buitje? Hoeveel muggen gaan er in een wolk? Hoeveel vissen? Wacht eens even. Sam zegt 7. Tim zegt 10. Wies wil weten wat voor vissen? Ik wil eerst dat schooltje zien. Nou, nu weet ik nog steeds niks. En hoeveel peper zit er in een snufje zout? En wanneer is het straks? En wanneer ben je een beetje ziek? En hoeveel water kan ik er niet meer? En wanneer ben je de zoveelste? Hoe moet je dat meten? Ik zou het niet weten. Ja, zoveel komen niet zo goed verder. Hij zegt, we hebben nog steeds zoveel vragen. Volgens mij zit dit nog lang niet af. Nou, volgens mij kunnen we nog heel veel meer met dit gedicht. Doe je ook mee? Kijk dan snel op de website voor meer ideeën. Doeg! Doeg!